Breda Nu. Je weet het meteen. Na een grote verhuizing was het nu tijd voor de opening van het nieuwe gebouw van basisschool De Fontein in Geren-Zuid. De leerlingen hadden samen met kinderopvang Kober en een paar echte dansers een feestelijke dans ingestudeerd. Wethouder van onderwijs Mirjam Haag opende officieel de school door het lint door te knippen. Ik vind het fantastisch voor deze school, voor dit team, dat ze een nieuwbouwschool hebben gekregen. Want het andere school was erg verouderd. En dan op een hele nieuwe plek, in een hele nieuwe omgeving beginnen, is heel erg fijn. En heel veel kinderen wonen hier ook in de wijk, komen hier veel langs. Het buurthuis ligt hier tegenover. Daar zijn ook veel ouders vaak actief. Dus het is een heel mooi plekje eigenlijk in Breda-Noord voor deze school en voor deze kinderen. Wij werden gevraagd door de gemeente Breda om deel te nemen aan een architectenselectie. En een van de belangrijkste dingen waarop geselecteerd werd was zeg maar, de visie op het onderwijs. En dus De Fontein heeft een hele specifieke visie op onderwijs. En wij waren kennelijk als beste in staat gebleken om die visie vorm te geven. Wij doen wel vaker onderwijsprojecten, scholen dus. Van hogeschool tot avans hogeschool hebben we bijvoorbeeld ook gedaan. Maar een basisschool in Breda had ik nog nooit gedaan. Dus ik vond het wel heel leuk om dat een keer te doen. Ik woon hier ook. Dus voor mij vrij speciaal. En de kinderen zijn onze toekomst. Dus het is toch wel heel belangrijk om voor de kinderen een hele goede basis te maken. En als een gebouw daar aan kan bijdragen, dan ben ik daar heel blij mee. Ik vind het gewoon leuk om gewoon met kleine kinderen gewoon te dansen. En het was eigenlijk gewoon de opening van De Fontein, deze school. We hebben al eerder met hun gewoon gedanst en zo met groep 7. Kinderen van 2 tot 4 van Kober Kinderopvang zitten ook op deze locatie. En samen verzorgen we een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. Een prachtige plek in deze wijk en ook met meer ruimte ook voor de kinderen. Want er zit hier ook een stuk buitenruimte waar we ook mee gebruik van mogen maken in een mooie nieuwe wijk. Dus ja. Maar het is wel belangrijk dat het echt voor de wijk is. Voor de kinderen die hier wonen en de ouders, hun ouders. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.